vandaag een beetje een druilerige dag. Maar we zijn ook blij. Het is feestelijk. Want voor het eerst sinds anderhalf jaar gaan we weer een bakkie zuilen drinken. Hier is de beker. En dat is wel anderhalf jaar geleden. Want door corona konden we natuurlijk niet bij mensen naar binnen. En vandaag hopelijk wel. Dus we gaan het proberen in de Muik de Keizerlaan. Bij wie zijn we op de koffie? Ik ben bij Dick de Ridder op de koffie. En hoe lang woont u hier al? Ik ben de langste bewoner van de laan. Ik woon hier vanaf 1949. Oké. Super lang. Hoe zag het er hier toen uit, hieromheen? Ik heb er een foto van. Maar dit is de mijn keizerlaan op het moment dat ik geboren werd. Ik ben op nummer 10 geboren. En ik heb dit al 30 of 40 jaar in huis. Okay. Dus heeft u nu andere bezigheden gevonden? Ja, ik ben gepensioneerd. Ik ben al 7 jaar gepensioneerd. Ja. Ik heb mijn leven lang op één school gewerkt. Op een hele leuke school. En, hier in de buurt? Nee, in Nieuwegein. Okay. Werkend leren. Ik heb met werkende jongeren heb ik gewerkt. Ja. Fantastisch. Ja, het mooiste beroep wat ik had. En dan ben ik hier weer blijven wonen. Dus heeft u een voorwerp in huis waar een leuk verhaal aan vast zit, waar u wat over wil vertellen of kan vertellen? Oeh, dat is heel zwaar. Het lijkt wel een soort eendenbek. Dit lijkt wel een eendenkop. Nee. Ja. Nee, vertel, wat is dit? Dit is uit Biels kwam er een beursschipper. Maar ik weet niet of jullie het begrip kennen. Een beurtschipper, die brengt goederen van één plek naar een andere. Uit Rotterdam. Wij hadden hier natuurlijk Overvecht. Dat was een boerengebied. Maas was een boerengebied. En wij hadden daar een graanmolen tussen. Dus wij hadden onze klanten ook in Leidse Rijn. Dus het hele gebied, dat bedienden wij met graan. En granen en blokken, weet ik veel allemaal. En wie is wij dan in dit geval? Mijn vader en de kinderen. Oh, dat deden jullie echt? Oké. Mijn vader en mijn oom hadden samen dat bedrijf. Ja. En dit is de tang. Ah, die is toch een tang, hè? Zie. De tang die aan een lier zat. En dan konden we onze zakken mee aantikken. En dan werd de lier omgegooid en dan zetten we hem op de vrachtauto. En dan gingen we weer naar binnen. En dan gingen we weer lossen. Dus eigenlijk deze tang, die was de hele dag bezig. Aanpikken, loslaten. En dan deden we ongeveer 10 ton per uur. 10 ton graan per uur met die... Met zakgoed. Oké, en dat ging van schip in molen? Nee, ging van de schip op een vrachtauto. En de vrachtauto werd die weer... Hij werd dus eigenlijk gelost. Dan werd de vrachtauto geladen. Dan werd de vrachtauto naar binnen gereden. Werd die weer gelost. Werd die op de stouw gelegd. En een week daarna had een boer nodig en dan haalden we weer. Dus eigenlijk waren we een soort continu proces bezig met het uithalen van zakken en het wegbrengen. De volgende keer gaan we koffie drinken in de Fokkerstraat. Dus zet de koffie maar vast klaar.